Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is zomers tot tropisch warm vanmiddag met 25 graden in het noorden en 27 tot 31 graden in het midden en zuiden van het land. Op dit moment schijnt de zon nog behoorlijk, maar vanuit het zuiden begint de middelbare en hoge bewolking al toe te nemen. En dat is op nadering van een storing met regen- en onweersbuien. Als we gaan kijken naar de satellietbeelden, dan zien we de bewolking vanuit Frankrijk al dichterbij komen. En op de laatste beelden wordt de bewolking in Noord-Frankrijk al dikker. In dit gebied gaan de regen- en onweersbuien ontstaan, die vervolgens over het land gaan trekken. Dat zal vooral vanavond en komende nacht gaan gebeuren. Vanavond vanuit het zuiden, dus een aantal flinke regen- en onweersbuien. Lokaal kan veel regen vallen in korte tijd en ook zijn zware windstoten mogelijk, tot 75 km per uur. Verder is het vochtig warm en er waait eerst ook nog een vrij stevige oostelijke wind. Ook vannacht trekken nog een paar regen- en onweersbuien over het land. Naarmate ze het noorden bereiken, worden ze wel duidelijk minder actief. Daar vallen vooral regenbuien, met misschien een klap onweer. Het koelt af tot een graad of 19. Dan morgen overdag trekken in eerste instantie de buien grotendeels weg en breekt af en toe de zon door. De temperatuur gaat dan nog weer verder omhoog naar 24 tot 27 graden. Tegen de middag en in de middag trekken opnieuw een aantal regen- en onweersbuien over het land. Er kunnen opnieuw stevige exemplaren zijn, lokaal veel regen en misschien ook wel windstoten. De wind waait eerst uit zuidelijke richting zwak of matig, maar draait later op de dag naar het zuidwesten en wordt dan matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Dan in het weekeinde is het wisselvallig weer met een aantal buien. En vooral op zaterdag veel bewolking. Op zondag is er weer wat vaker zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Ook maandag is het koel met een graad of 20 en opnieuw een aantal buien. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat voorlopig het aan de koele kant blijft. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en de 23 graden. En in de nachten is het een graad of 14. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.